deze serie laten stationsmanagers je in 60 seconden de meest bijzondere plekken van hun station zien. Hey Rick, ik heb gehoord dat jij alles weet van dit station. Klopt, ik ben stationsmanager van station Baren. Ik heb er meer dan 40 andere stations gedaan sinds ik bij stations werk. Maar dit is een pareltje, dit is een station met een ziel. En kun je meer vertellen over de highlights van dit station? Ja, hoeveel tijd heb ik daarvoor? 1 minuut. Oké, dat wordt rennen. Kom op. En go. Een van de eerste hoogtepunten die we tegenkomen van dit station is het tegeltableau, geschonken door de bewoners van Baren in verband met de elektrificatie van de spoorlijn Hilversum-Amersfoort. We hebben er nog meer. We gaan naar de volgende. Gaan jullie mee? We zijn hier aangekomen in het meest bijzondere deel van het station, de Koninklijke Wachtkamer. Deze is niet vrij toegankelijk, dus kijk even met me mee. Dit zie je niet vaak. Hey Rick, wat is dit dan? Stationshuiskamer, lekker bakkie koffie. Het bijzondere van Baren is dat het beschikt over 2 stationsgebouwen. Op dit ogenblik staan we voor de huidige stationsgebouw. En hier staan we voor het eerste station van Baren, gebruikt in de tijd van koningin Emma. Tegenwoordig in gebruik als restaurant, de Generaal. En vanaf hier starten de wandelingen in het Barendse Bos. Superleuk. Ik ben verrast. Ik ga hier zeker een keer naartoe. Heb je nog een laatste tip voor mij? Ja. Heb je kinderen, neem ze mee, want we hebben hier een kabouterwandelpad, wat ook voor hun hartstikke leuk is om te doen. Tot ziens!